bij Bavaria Open Air. Voor Omroep Brabant volg ik Rob Bartol, de Bobo's, artiesten en de bouwers. Hey, goed, er komt dan dus nog 4 meter bovenop. En dan de middelste 3 vakken komen de zware liggers in, de tralieliggers. Die komend weekend alles op alles gaan zetten om van Bavaria Open Air een succes te maken. Ja, alles ligt op schema. Dus qua bouwen is het helemaal goed hier. En ja, je hebt het gezien, hè? Van een veldje is het nou al een beetje een festivalterrein aan het worden. Ja, nou ja, goed. Het gaat tot nu toe perfect. Opbouwschema, we lopen aardig volgens plan. In een paar dagen tijd is het eerste aanzet van een podium gegroeid tot dit reuze exemplaar. De eerste band die zaterdag als eerste op dit podium staat en Bavaria Open Air opent, is Ruby Red uit Geldrop. Winnaars van een wedstrijd. Nou, zij hebben Pop uit Labeck, dat is hier al een jarenlang festijn in mei. Daar hebben zij aan meegedaan en ze komen een hoop bandjes en zij hebben de finale daarvan gewonnen. En we doen sinds Bavaria Open Air mag de winnaar op zaterdag openen, dus vandaar dat zij hier staan. Lekker op tijd, een half uur geleden al afgesproken. Behalve het winnen van de openingsact krijgen ze ook poen. 500 euro. Heb je ermee gedaan? Nog niks, want we hebben het nog niet gekregen. Hè? We krijgen het bij of rond Bavaria. Maar we gaan het aan mijn vader geven. Omdat hij 800 kilometer heeft gereden om de rest van de band van Pinkpop naar Liesau te brengen. Ruby Red opent Bavaria Open Air 2010 met Magic Wonderland. Ik ben Sterre, ik zing in Ruby Red en mijn ambities, ik hoop zoveel mogelijk te komen, grote podia te spelen en te blijven spelen en veel plezier te maken. Ik ben Geert, ik ben de gitarist van Ruby Red en ik ben hier eigenlijk terecht gekomen omdat ik geen opleiding heb afgemaakt en ja, moet toch iets. Hè? Nou, ik ben Fleur en ik ben als eerste, mijn eerste taak is gitarist. Ik ben Sabine en ik ben de bassiste. Ik ben Nick, ik ben de drummer van Ruby Red en ik speel gewoon in Ruby Red omdat ik zoveel mogelijk wil spelen en heel veel muziek wil maken gaan. Ik ben René Ribbes, ik ben de vader van de drummer en die kwam 3 jaar geleden bij mij van, of 3,5 jaar geleden. Ik wil een muziekinstrument gaan spelen en ik wil gaan drummen. Ja, ik denk heel veel adrenaline, want dat is sowieso altijd wel, bij welk optreden je doet ook, krijg je dat. Ik weet zeker dat ze het kunnen en ze hebben het ook laten zien al verschillende keren. Ze hebben het ook laten zien bij Pul. Ze moeten vooral heel veel plezier gaan maken, dat is het belangrijkste. Ik denk dat Miss Montreal echt wel in de gaten krijgt door hun al voorgestaan.